oorlog tegen Irak net zo leuk wordt als de vorige, willen de regeringspartijen in Nederland graag weer meedoen. Then Holland, go for it, man. Give us all your troops. Let's go kill them. We'll put you on the front line. Het volk van Irak wordt niets gevraagd, maar wie willen nu niet door de Amerikanen van een wrede dictator worden bevrijd? Ik denk dat er situaties denkbaar zijn dat militaire actie humaner is dan sancties. Ik vind het zo lelijk, omdat die actie van Amerika komt niet tegen het regime. Komt absoluut tegen onze volk. Ik vind het zo afschuwelijk fout. Zembla, over een volk tussen hamer en aanbeeld. De oorlog van 1991 leek een schone oorlog. Via zijn televisiescherm was het alsof de westerse kijker zelf plaats kon nemen in de stoel van de boordschutter van een F-16 of een Apache gevechtshelikopter. Oorlog als een computerspelletje, waarbij de mannen vallen, maar de lijken niet stinken. Zeker 20.000 Iraakse soldaten zijn zo gedood. Het merendeel daarvan was dienstplichtig. Net als 23 miljoen andere Irakezen waren zij gijzelaars van die ene man. En die bleef gespaard. 12 jaar van economische sancties hebben het Iraakse volk tot de bedelstaf veroordeeld. De angst voor Saddam's massavernietigingswapens was daarvoor de aanleiding. En door diezelfde angst staat nu een volgende oorlog voor de deur. Of Saddam Hussein die wapens nog wel bezit, weten we niet. Maar als hij ze heeft, schrikt hij er niet voor terug om ze te gebruiken. Vooral tegen zijn eigen volk. Zoals hij in 1988 deed met de Koerden van Halabja. Daarom lijkt oorlog een nobele zaak. We may be going to war. En de president van de Verenigde Staten zegt dat because of the threat posed by Iraq's weapons of mass destruction, but I'm here to tell you right now that no such case has been made. Scott Ritter is marinier en was wapeninspecteur bij de Verenigde Naties. Na 7 jaar Irak te hebben omgeploegd, gelooft hij niet meer dat Saddam's massavernietigingswapens een serieuze bedreiging vormen. Volgens hem komt het werkelijke gevaar niet van Irak, maar van de Verenigde Staten zelf. Ritter gelooft niet dat de uitkomst van de huidige wapeninspecties een oorlog kan afwenden. In the past, the United States has used the inspection process to pursue its own unilateral objectives of regime removal. And I'm very concerned that there are some of those in the Bush administration who will seek to use any return of inspectors as a vehicle for deliberately provoking Iraq, justifying an American military intervention. This war is about something different than Iraqi weapons of mass destruction. So again, ask the question, what is this about? And I invite you all to read the National Security Strategy document set forth by the Bush administration at the end of September. The National Security Strategy document of the United States speaks of American unilateralism. American unilateralism, what is American unilateralism? It speaks of taking advantage of America's absolute dominance in military and economic power to impose an American unilateral solution on problems as defined by the United States. It is an absolute rejection of the rule of law. It is an absolute rejection of multilateralism. And if I were a European, I would be scared to death of this document because it simply means in the mindset of those who govern the United States, you do not count. But I guarantee what you're seeing now ain't enough of what you're going to see when we cross that border. We will slaughter Iraq. We will slaughter Iraq. That's what I'm trying to stop. That war. That aspect of the war. And we need your help to do this. Ritter is an obstreperer.